Je moet toch altijd een klein beetje blijven werken en blijven vechten voor je positie in de YouTube-wereld. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Waar is het straks? Is het in deze ruimte? Hier hebben we een zaal en daar is een zaal. Oh, het is een aparte zaal. Ja. Komende half uur is het eigenlijk een teken van vragen. Want wie staat hier naast mij? Ik ben Teske. Ik ben YouTuber, blogger en zangeres. Het is wel omdat je altijd alles aan het vastleggen bent. Dat je wel niets mist van de omgeving of het land waar je bent. Ik denk soms wel. En ik denk ook wel dat ik soms tegen mezelf moet zeggen van nu moet ik even kijken door mijn ogen. In plaats van door een schermpje of door een lens. Maar wat ik wel heb, hoewel ik alles vastleg, kan ik ook zoveel naar terugkijken. Waardoor ik weer hele kleine details kan terugzien die ik eerder nooit heb gezien. En dat heeft denk ik allebei zijn charme, maar ik probeer het een beetje af te wisselen. Zou je je blog en YouTube kanaal op kunnen geven als je verder komt met muziek, dat je alleen maar daarmee bezig bent? Nee, zou ik niet doen. En ik denk dat ik dat zo stellig kan zeggen, omdat mijn blog en mijn YouTube-filmpjes zijn zo'n uitlaatklep voor mij geworden. En het is ook niet alsof ik alleen maar praat over oppervlakkige dingen. Ik deel echt heel veel van mijn leven en ik denk dat ik dat gewoon heel erg zou missen. Heel mooi om afsluiten als een algemene tip. In het leven? Ja. Een algemene tip? Ja. Klinkt heel cliché, maar toch wel je dromen volgen. Ik ben echt heel erg een gevoelsmens en ik denk altijd van, tuurlijk is er een praktische kant en moet je nadenken over van, gaat dit werken? Is er een mogelijkheid dat het gaat slagen? Verlies ik hier heel veel mee misschien, maar als je iets voelt en je weet waar je hart ligt, dan moet je dat gewoon ook nastreven. Ik voel me echt over Winfrey als ik dit zeg. We gaan nu naar mijn mediabureau, naar social influencers. Dan gaan we het even hebben over mijn kanaal. Even kijken hoe ik het weer een beetje op kan frissen en wat meer structuur kan geven. Het wordt soms best wel chaotisch voor mij. En dan denk ik van, wat moet ik nou allemaal? En zij hebben allemaal heel erg veel verstand van YouTube en wat goed werkt. Dus dan ga ik gewoon even overleggen en samen een plannetje verzinnen. Ik heb mezelf aangeleerd gewoon om te doen wat goed voelt. Omdat ik dit al zo lang doe, vanaf mijn 13e. En ik heb nooit echt een plan. Ik schrijf wel dingen uit, maar het is niet dat ik een hele strategie heb achter wat ik doe. Het is gewoon altijd zo aftasten wat wel en niet werkt. En ik heb geen baas die me vertelt van dit moet je doen, zo gaat het werken. Ik moet alles zelf gewoon uitvogelen. Het vorige keer zei jij dat je een beetje uit je slaapkamer wilde. Misschien iets met je kijkers? Ja, ik zit inderdaad in de richting van mijn kijkers te denken om daar inderdaad dan een serie van te maken. Dat waarom maak ik niet gewoon een tea time van als je gewoon tijd uitkiest en je stuurt een van je kijkers een berichtje. Yo, zo goed koffie drinken. Dan en dan. En nu een goede meer mij. Ja. Ik betrek ook koffie. Of niet? Ja, maar dat is wel een manier om in een uurtje tijd een video te maken die super leuk is volgens mij. Zou ik niet als onderdeel van Tea Time, zeg maar, een kijker in de video dat kan ook nemen? Ja. Dat ik verzekerd ben van het eigen stukje wat ik zelf doe, dat gewoon prima is. Vroeger dan zette ik mijn camera aan en dan ging ik gewoon praten. En als ik dan klaar ben met praten, dan zet ik mijn camera weer uit. En eigenlijk upload ik dat gewoon direct op YouTube. Ja, mensen verwachten natuurlijk wel dat je knipt en plakt en dat het een beetje mooie kwaliteit is. Maar dat snap ik ook heel goed, want ik kijk zelf ook liever naar een filmpje van goede kwaliteit dan van slechtere kwaliteit. Maar het is wel grappig om te zien hoe dat zo veranderd is met de jaren. Dat ontwikkelen van die series zoals Hartjes heb ik nu en Loco zonder motief was eigenlijk deels omdat ik zag dat series heel erg goed werkten op YouTube. En ook mijn mediabureau tegen me zei van, hey, is het niet misschien leuk om een serie te beginnen? Want over het algemeen werkt dat heel erg goed op YouTube. Maar het was ook een beetje misschien een soort van duwtje in de rug voor mij om wat anders eens een keer te proberen. Bijvoorbeeld Loco zonder de motief, daar moet ik gewoon echt bijna altijd voor de deur uit. Ik vond het sowieso heel leuk om iets te gaan doen met kijkers. En op een of andere manier miste ik een soort van het contact of zo. Ik wilde meer contact tussen mij en kijkers hebben. In een kaartje en hier sta jij ook in.
Oh. En hier. Nou ja, ook cool. Met mijn expeditiefoto. Ja. Oh ja. Oh, dat was van de fashionista. Ja. Maar heel tof om dit te zien. Ik heb een uitzwaaicomité. ik ben helemaal door in de war. Doei doei! Doei! Niet vallen, hè? De mensen die mailen, natuurlijk, die vinden mij leuk en die zijn fan van mijn video's. Maar dit meisje had echt gewoon dingen van mij op haar kamer hangen. En dat is... Dat vind ik wel heel bijzonder altijd. Want dat zie ik bijna nooit. Er zijn een paar redenen waarom ik dit heel graag wilde doen. Een van de eerste redenen was omdat heel veel wat ik maak gaat over mezelf. Deze serie gaat over mijzelf. Mijn filmpjes gaan over wat ik leuk vind. En ik vond het wel leuk om een soort van reeks aan filmpjes te wijden die eigenlijk gaan over mijn kijkers. Omdat, hoe je het ook bent of keert, ik weet dat ik heel veel in mijn carrière dat ik dat aan mezelf te danken heb. Maar ik weet ook dat ik het voor het grootste gedeelte te danken heb aan de mensen die mijn video's kijken en mijn blog checken. Want als dat niet was gebeurd, ja, dan weet ik niet wat ik nu had gedaan. Dan had ik een heel ander leven gehad. Zo'n middag zoals vanmiddag is zoveel waardevoller voor mij. Omdat ik kan iemand een heel klein beetje leren kennen. En ik zie gewoon wat het teweeg brengt bij die kids. En dat vind ik zo ontzettend leuk. En dat is veel waardevoller dan, hey, hallo, ik ben Teske, foto, doei. Dat is voor mij leuker, maar dat is voor hun ook leuker. En dat kan ik natuurlijk niet voor iedereen regelen. Maar als ik dat maar voor een paar mensen kan regelen, dan maakt dat mij ook al gewoon super blij. Het zijn echt veel kinderen, man. Ja, het is echt druk. There we go. Ik weet niet waar ik ben.